Om 5 uur vanochtend al in de rij voor een stuk grond om op te bouwen. In het gemeentehuis van Almere stonden tientallen mensen te wachten. Sommigen werden erg ongeduldig. Het was een natte boel vannacht in een verzorgingshuis in Emmeloord. De brandweer had de handen vol aan het overtollige water. Bij gemaal Vissering op Urk is een vispassage aangelegd. Vissen gaan via een buis vanuit het IJsselmeer de polder in. En ook dat valt onder het waterschap Zuiderzeeland. Het is maandag 13 maart. Dit is Flevoland. Goedenavond. Tientallen mensen stonden vanochtend in het stadhuis van Almere in de rij voor een bouwkavel. Vanaf 9 uur konden ze zich melden bij de kavelwinkel. Maar sommige belangstellenden waren iets te opdringerig. Het was even duwen en trekken, omdat een aantal mensen probeerden voor te dringen. De beveiliging moet zelfs worden ingezet om de orde te bewaken. Eline Doornbos stond ook al vroeg in de rij in de hoop haar droomkavel te bemachtigen. Wij stonden zelf vanmorgen vanaf 1:05 in de rij. We dachten we komen op tijd. Maar er waren ook mensen die al sinds zaterdagavond hier waren. Twee nachten hebben overnacht. In de kou amper geslapen. Dus die waren redelijk emotioneel. En die wouden echt allemaal voor eenzelfde type kavel gaan. Dus dat was een beetje duwen en dringen. En niet toegeven wie echt het eerste was. Ik was hier 7:15. Ja, dus ik dacht vrij vroeg te zijn, maar dat was niet zo. Maar respect voor mensen die hier dus... Ik hoor zelfs dat er mensen 2 dagen zitten wachten. Nou, respect daarvoor. In totaal waren er 11 kavels te vergeven in de wijken Nobelhorst, Vogelhorst en Overgooi. Kopers kunnen er een vrijstaande woning op bouwen. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ondanks dat er maar 11 kavels te vergeven waren, bleef iedereen wachten. Zelfs Hans Stoffels, achter in de rij. Niet geschoten is altijd mis. Hoe groot is de kans dat u toch 1 kavel kan bemachtigen? Ja, de kans is op dit moment wel een stuk kleiner, maar ja, misschien heb ik mazzel. Ja, het ligt er net aan wie waarvoor kiest natuurlijk. De kavels waren eerder al verkocht, maar zijn om verschillende redenen teruggegeven aan de gemeente. Ze kosten tussen de 250.000 en €700.000. Wethouder Julius Lindenberg zag de rij belangstellenden en vroeg zich af of deze werkwijze in de toekomst niet anders moet. Maar wat er vanmorgen gebeurde met mensen die toch kwaad op elkaar werden omdat ze vonden dat de ander later in de rij stond dan zij, nou ja, dat wil je eigenlijk niet. Dus dat gaan we evalueren. Anders, hoe anders? Ja, daar moeten we gewoon naar kijken. Hoe we dat gaan doen. We hebben in het verleden hebben we vaak gedaan dat je moest inschrijven en dat we gingen loten. Meestal ging het dan zo dat in de tweede ronde de kavels die terugkwamen, dat dan was met een fysieke inschrijving op het stadhuis. Dat hebben we nu ook gedaan. Deze keer is de interesse veel groter dan de vorige keer dat we dat deden. Nou, we willen kijken of we dat in het vervolg zo blijven doen. Commotie in een woonzorgcomplex aan de Houttuinen in Emmeloord vannacht. Daar moesten sommige bewoners hals over kop hun appartement verlaten vanwege een gesprongen waterleiding. Het lek ontstond op de tweede verdieping in een meterkast. Vanochtend werd er nog hard gewerkt om de schade te herstellen en het pand droog te maken. Ja, wateroverlast. En niet zo zuinig ook. Was een koperen koppeling was er losgegoten. En dus het water kwam boven vandaan, kwam hier naar beneden toe. Door de meterkast heen, over de meters heen en over de schakelkasten heen enzovoort. Dus ja, we waren erg geschrokken. En het stond hier helemaal blank. Boven stond het blank, beneden stond het blank. Dus we hadden hoog water. Door het lek ontstond er volgens de brandweer een gevaarlijke situatie. En was het noodzakelijk om de stroom in dat deel van het gebouw af te sluiten. 6 woningen werden ontruimd. Herman Tas en zijn vrouw moesten vannacht noodgedwongen bij familie slapen. Ja, wij hebben vannacht geslapen bij onze dochter. Ik kan me voorstellen dat als je dan je huis uit moet en je weet dat het wateroverlast is, dat je je heel veel zorgen maakt wat je dan de volgende ochtend aantreft. Dat waren we zeker. En ja, mooi horen, we zijn ook geen 20 meer. Hè? Dat is het grote probleem. Hiernaast woont een mevrouw, die is 94, die moest er ook uit. Die hebben ze dus uit bed vandaan gehaald. En verderop nog eentje en boven een paar. We zaten met z'n achter en zijn we opgevangen door de verpleegsters of de hulp, dus de lichamelijke hulp uit de Hoffersmede. En daar hebben we dus een tijdje gezeten en toen zijn we dus, hebben ze gevraagd of wij ergens bij familie terecht konden. Vanochtend is de waterleiding gerepareerd, maar de bewoners kunnen nog niet naar huis. Eerst moet de elektriciteit nog worden gecontroleerd en moet de schade nog worden opgenomen. Verderop was een mevrouw, daar stond het water tot aan de keuken toe, over de vloerbedekking heen. Ja. En wij hadden hier dus bij onze slaapkamer, tussen de naden van het balkon, daar kwam het water ook naar beneden toe. Dus hierboven hebben ze ook heel veel water over de vloer heen gekregen. Ja.
Er moet geen hoogspanningslijn aangelegd worden door Nationaal Park Nieuwland. Dat zegt een commissie die het park heeft onderzocht. Een van de plannen van TenneT is een hoogspanningslijn dwars door het Nationale Park. Volgens de commissie moeten de provincie en natuurbeheerders zich verzetten tegen dit plan. Volgens de commissie zouden vogels last krijgen van de hoogspanningslijnen. Daarnaast bederven de masten het weidse en open uitzicht dat het natuurgebied juist zo bijzonder en anders maakt. De mogelijke routes van TenneT zijn nodig omdat het huidige energienetwerk in Flevoland te vol zit. Eind volgend jaar wordt de knoop doorgehakt. Tot die tijd wordt er gekeken wat de beste route is en ook zijn er verschillende informatiebijeenkomsten. Sinds vanmorgen kan ook het autoverkeer weer gebruik maken van de nieuwe Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen. Fietsers konden dit al sinds vorige week donderdag. In 2021 begon de bouw van de nieuwe brug die de oude brug en de Roggebodsluis vervangt. De nieuwe brug is hoger dan de vorige. Het verkeer heeft daardoor minder hinder omdat de brug minder vaak open hoeft voor schepen. Er rijden morgen de hele dag geen bussen in Almere, dat zegt vervoerder Algo. Chauffeurs staken voor een betere CAO. Een aantal bussen van Ernet rijdt ook niet. Ook woensdag op de verkiezingsdag wordt er gestaakt. Dan verwacht de vervoerder dat de helft van de bussen niet rijdt. Zijn ouders zaten in het verzet, maar thuis werd daar weinig over gesproken. Toch wil de 75-jarige Emmeloorde Bert Reijnen dat het verhaal behouden blijft. Daarom schreef hij een boek over zijn familie in oorlogstijd. Een soldatenkistje vol handgeschreven aantekeningen over hoe het in de oorlog was, in het verzet. Dat is wat de vader van schrijver Bertus Reijnen achterliet. De Emmeloorder maakte er een boek van. Over zijn vader, maar ook over zijn moeder. In situaties waarin het erop deed, was mijn moeder de drijvende kracht die zeggen van, dat gaan we doen. Of dat gaan we niet doen, maar ja. Dus ook in dat stukje in het verzet gaan, ja, heeft uw moeder een belangrijke rol gespeeld? Jazeker, ja, ja. Als lid van de binnenlandse strijdkrachten verspreidde vader Reijnen onder meer ondergrondse kranten. In 1945 schoot hij te hulp in Amsterdam, waar andere verzetstrijders waren opgepakt. Toen bleek dat er het op het punt stond dat een aantal andere mensen van binnenlandse strijdkrachten misschien wel geëxecuteerd zouden gaan worden. Nou, toen hebben ze zelf het vuur geopend. Uiteindelijk zijn vier van hun groep zijn gestorven, hebben daar het leven gelaten. 10 Duitsers zijn daar ook overleden. Het is een afschuwelijk vuurgevecht geweest waarbij mijn vader dus gewond is geraakt. Reijnen bleef gewond en bewusteloos achter op straat, maar werd gered door een van de omwonenden. Zoon Bert sprak daarover met verschillende betrokkenen. Een van de mensen die ik geïnterviewd heb, daarvan hoe was dat toen enzovoort, en die zei op een gegeven moment, een heel vlot sprekende Amsterdamse dame, uw vader was een held. Nou, ik groeide. Maar wie wil niet dat zijn vader een held is? Ja, toch? Ja. Toch was de heldenstatus van zijn vader geen verrassing voor de Emmeloorder. Mijn vader is voor mij altijd een held geweest. Ja, ja, ja. Terwijl hij er niet veel over sprak, hè, over de oorlog. Nee. Alleen als we op 4 mei jaarlijks naar de Valkenburgerstraat gingen om daar te herdenken welke medestrijders daar overleden zijn. Ja, daar sprak hij erover. Heel indirect hoor. Maar die indirecte verhalen hebben samen met de aantekeningen uit het soldatenkistje wel voor een boek gezorgd. En dat boek is vanaf nu verkrijgbaar. Woensdag kun je je stem uitbrengen voor Provinciale Staten, maar ook voor Waterschap Zuiderzeeland. Dat waterschap zorgt er natuurlijk voor dat we droge voeten houden, maar het houdt zich ook bezig met de natuur. Zo is bij gemaal Vissering op Urk een vispassage aangelegd, waardoor de vissen via buizen vanuit het IJsselmeer de polder in kunnen. Het moet voor de vissen eigenlijk best een belevenis zijn. Door een buis van 80 meter zwemmen en ook nog eens 6 meter omlaag gaan. Een soort waterattractie. Maar ja, de kans dat de vissen niet op deze manier erover nadenken is natuurlijk best groot. Even serieus, de vispassagebuis in het gemaal Vissering op Urk is uniek, vertelt Gerjan Spijkerboer, verantwoordelijk voor de hele renovatie en alle veranderingen in het gemaal.
Ik denk dat ik het best kan omschrijven eigenlijk als een soort sluis. Dus er zitten twee schuiven en de schuif aan de kant van de Noordoostpolder zit dicht. Dan gaat de schuif aan de kant van de IJsselmeer gaat open. En er zit een pomp in de Noordoostpolderwater. En die pompt eigenlijk voedzaam Noordoostpolderwater door een leidingwerk. Dat hebben we hergebruik. En dat is dusdanig krachtig dat aan de kant van het IJsselmeer komt er een lokstroom. Dat vinden vissen heel erg interessant. Die zien enerzijds lokstroom en anderzijds voedzaam Noordoostpolderwater. Wat toch anders is dan het IJsselmeer. En die gaan vervolgens het leidingssysteem in. En dan gaat de schuif aan de kant van het IJsselmeer gaat dicht. Aan de kant van de Noordoostpolder gaat open. En zo migreren de vissen eigenlijk via vrije val. Maar visjes in de polder laten, is dat waar het waterschap geld aan uit moet geven? Heemraad Piet Boer legt het uit. Een heemraad is een soort wethouder, maar dan voor het waterschap. Er zijn meerdere kerntaken. Eén is het waterbeheer. Dat is een hele belangrijke. Droge voeten houden. Peil goed op orde. Maar de andere is ook de kwaliteit van het water. Dat is ook een kerntaak van ons. En die kwaliteit van het water, dat gaat over de chemische kwaliteit, maar het gaat ook over de biologische kwaliteit. En daar horen die vissen en planten en alles weer bij. En als die vis ontbreekt, omdat het een badkuip is waar niks in kan, ja, dan gaat het systeem nooit goed werken. Om te kijken of er een beetje gebruik gemaakt wordt van het systeem, worden de vissen bij de grens tussen IJsselmeer en Polder gefilmd. Op dit moment zien we allerlei soorten vissen hier. Stekelbaas, al, de zilt. We zien allerlei soorten vissoorten hier langskomen. En dat camerasysteem detecteert de vis en geeft vervolgens daar een oordeel aan, namelijk een vissoort bijvoorbeeld. En dit levert natuurlijk hele interessante informatie op. Enerzijds voor ons als Waterschap Zuiderzeeland om te kijken hoe goed functioneert nu dit systeem. Daar kunnen we op bijsturen als indien mogelijk. Maar we zorgen er ook voor dat dit natuurlijk hele interessante informatie oplevert voor ecologische beleidsontwikkeling. Niet alleen voor ons eigen waterschap, Waterschap Zuiderzeeland, maar ook voor waterschappen en Rijkswaterstaat op landelijk niveau. Tot slot, ook niet onbelangrijk, vissen voor wie het toch tegenvalt in de polder kunnen ook weer terug. Dit konden ze al via de pompen, maar dat ging niet altijd even zachtzinnig. Nu zijn de schroepen van de pompen dusdanig aangepast dat ze minder gevaarlijk zijn voor de dieren. Dat is aangetoond door experts bij dit soort gemalen, op de manier zoals het hier is ontworpen, dat vissen daar geen schade door ontvangen. Omdat ze door de schroep gaan, maar dat op een dusdanige tempo gaat dat ze daar op een rustige manier doorheen kunnen. En eigenlijk met het water richting het IJsselmeer gaan. En nog twee dagen en dan zijn die provinciale statenverkiezingen. Op radio, tv en internet besteden wij extra aandacht aan de thema's die spelen in onze provincie. Vandaag de IJmeerlijn. Huizen, wegen, windmolens. Op 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Maar waar gaat de provincie eigenlijk precies over? Wat zijn belangrijke thema's? Wie is voor, wie is tegen? En op welke partij moet je dan stemmen? Omroep Flevoland zoekt het uit. Vandaag de stelling, de IJmeerverbinding met Amsterdam moet een metrolijn worden en geen autosnelweg. Eens of oneens? Wat zijn de voor- en nadelen en gaat de provincie hierover? In Nederland moeten de komende jaren heel veel woningen gebouwd worden om de woningnood tegen te gaan. In Almere Pampus kunnen daarvoor 25.000 tot 30.000 woningen gebouwd worden. Maar de gemeente Almere en de provincie willen daarvoor van het Rijk eerst zwart op wit dat er geld is voor een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam. Ze willen zeker zijn van goed vervoer als er 50.000 tot 60.000 nieuwe inwoners bijkomen en ervoor zorgen dat de wegen in Almere niet helemaal vast komen te staan. De provincie gaat daarover en kan die voorwaarden samen met de gemeente stellen. Voor een verbinding zijn er meerdere opties. Professor Ruimtelijke Economie Erik Verhoef zou voor een metrolijn kiezen. Als je kijkt naar wat we in 2050 bereikt willen hebben in Nederland, klimaatneutraal, volledig circulair, daar hoort ook bij dat we ons op een andere manier gaan verplaatsen. Dat kan niet meer allemaal met de auto en het openbaar vervoer zal daar een grote rol in gaan spelen. En daarom lijkt het me op dit moment heel onverstandig om het niet per openbaar vervoer goed te verbinden en alleen op de auto te gokken. Reizen met het OV is namelijk beter voor het milieu dan met de auto. We drukken ervan uit als per reizigerskilometer is de uitstoot veel minder als je met z'n allen in het openbaar vervoer zit dan als je van de auto gebruik maakt. Maar als er tienduizenden inwoners bijkomen, moet er dan niet ook een autoweg bij om files te voorkomen? Als je vast komt te staan, denk je toch vaak, was er nu maar een extra baantje bij. Wat de ervaring leert is dat als je de weg uitbreidt, dat voornamelijk extra autoverkeer aantrekt.
En dat betekent dat het eigenlijk maar een heel gebrekkige maatregel is om echt iets aan de files te doen. Dus dat is een heel sterke, bijna een soort natuurkracht, dat die extra wegcapaciteit dat die zich toch weer heel snel vult met nieuw verkeer. Volgens Verhoef kun je beter proberen het gedrag van mensen te veranderen. Door bijvoorbeeld begintijd van werk aan te passen en de vraag te spreiden. Dat werkt volgens hem beter dan simpelweg extra snelweg aanleggen. Maar geld speelt ook een belangrijke rol. Is een autoverbinding niet veel goedkoper dan een metrolijn? De aanleg van openbaar vervoer is over het algemeen duurder dan van wegen. Je moet meer investeren. Tegelijkertijd, op het moment dat het rijdt, is het per reiziger goedkoper. Dus op de lange termijn zou het voor de portemonnee beter zijn. Maar op het moment dat je die investering moet maken, ja, moet je inderdaad bij het aanleggen van OV wel rekenen op hogere kosten dan als je een snelweg verbreedt. Oké, openbaar vervoer dus als het aan Verhoef ligt. Maar is de metro dan niet hopeloos ouderwets? Als je probeert voor te stellen dat je in Londen of Parijs de metro zou sluiten omdat het al zo lang bestaat, dat zou een ramp zijn voor de bereikbaarheid van die steden. Dus het is echt een heel efficiënt systeem. Er zit natuurlijk ook technologische ontwikkeling in. Ja, ik zie geen enkele reden om te zeggen we moeten het maar niet doen omdat we het al zo lang gebruiken. Dan nog een belangrijke laatste vraag. Ben je met de metro ook sneller dan met de auto? Een metro die doorrijdt is in elk geval sneller dan een auto die stilstaat. Verhoef gaat 100% voor openbaar vervoer voor de IJmeerverbinding. Maar wat wil jij? Jouw mening is de mening die telt. Wil je weten welke partijen het met jouw standpunt eens zijn? Kijk dan op onze website en vul het kieskompas in. En dit was Flevoland Vandaag. Vanmiddag hadden we tussen 2 en 5 uur ook weer een speciale verkiezingsuitzending vanuit het provinciehuis. En ook morgen zijn we daar weer. Meekijken kan via alle kanalen en je kan alles terugzien via onze gemistpagina op omroepflevoland.nl. Voor nu wens ik je nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.